Bloemen vanmorgen in huizen slot eigenlijk? Vorig jaar liet John de Wolf mij zien hoe je Valentijnsdag moet vieren. En dat kreeg ik te zien door mijn vrouw, die op Instagram zag wat John voor romantisch gedaan had. Toen heb ik in allerijl nog even de bloemist opgebeld van, kun je nog even wat brengen? Toen zei ze, oh, dat heb je per keer gedaan nadat je dat van John gezien had. Dus nu was ik er vanochtend vroeg bij en had ik inderdaad een bloemetje geworden. Heel goed. Alsjeblieft. Moet eindelijk gebeuren, hè? Tegen dat AS Roma. Ja, dat is zeker wel de bedoeling. Niet per se omdat het AS Roma is, maar wel omdat het een grote wedstrijd is in de Europa League. En we willen heel graag de volgende ronde bereiken. En daarvoor moeten we hun uitschakelen. Het is een beetje... Nou, als jij bij een grote club speelt en dat spelen die jongens, dan wil je elke wedstrijd winnen. En of je dan tegen AS Roma moet, waar je al twee keer van verloren hebt. Of je moet tegen AZ, waarvan je de laatste 7 keer, 6 keer gewonnen hebt. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Je wilt gewoon elke wedstrijd winnen. En dat is, als je bij een topclub speelt en als je een topspeler wil zijn, is dat wat erbij hoort. Ook als er blessures zijn, wil je nog steeds het maximale eruit halen. En of je dan wel of niet van een tegenstander gewonnen of verloren hebt. Dat speelt denk ik voor een heel klein beetje misschien mee. Maar het gaat er vooral om, dat hoorde ik Clintie net ook zeggen, dat je gewoon als speler heel graag verder wil komen in het toernooi. Ja, en dan moet je langs, in dit geval AS Roma, wat de afgelopen 2 keer niet gelukt is. Ja, het zit in een goede flow, maar we hebben natuurlijk wel een waslijst aan blessures met belangrijke namen. Ja, in elke linie mis slot eigenlijk een speler die dat op willen stellen. En ja, dat gaat natuurlijk als een soort sneeuwbal werken. Hè? Dus Nieuwkoop moet je eigenlijk rechts buiten zetten waarschijnlijk. Die moet nu rechtsback spelen als Geert Rijder niet speelt. Ja, zo werkt dat in het hele team door. Dus ja, Feyenoord is best wel gehavend in een wedstrijd waarin ze denk ik... Sinds de loting, dat was ergens begin december volgens mij, ja, was dat de rood omcirkelde agendapunt. We just saw a completely different kind of mentality of Roma. Basically they play with a different defense, no more defense on 3 but on 4. And the mentality is more open, they want to attack more, at least they try to play 4-3-3. And the biggest difference, at least to me, the way they play with Mourinho, a manager that I respect a lot for what he did in his career, even with Roma. It's amazing to reach 2 finals in 11 months and winning one of those for a club like Roma. But they play too conservative and the spirit was different. Now they play with a smile. The players play in a different kind of mentality. Nou, ze hebben met de nieuwe trainer wel echt wel een andere speelstijl. Dat zie je, ze maken veel meer gebruik van de vleugels. Spelen doorgaans niet met 5 man achterop, wat onder Mourinho eigenlijk altijd vaste prik was. Al moet ik zeggen, tegen Inter, bij delen van die wedstrijd, een grote wedstrijd voor AS Roma, deden ze dat weer wel, hè? Dus het zou zomaar kunnen dat ze tegen Feyenoord, zeker hier in de Kuip, dat ze toch gewoon terugvallen op iets waarvan ze weten dat het tegen Feyenoord kan werken. Mannen. Hallo. Yes!
wedstrijdspanning is zeker aanwezig. Met de weggevallen spelers gaat het een lastige strijd worden, maar het komt goed. Met een super blij gevoel eigenlijk. Ik heb geen eens woorden, ik weet niet wat ik moet zeggen, ik ben gewoon echt heel blij.
You have to stay in your moment. You have to realize what's happening. And they were playing quite good. We were struggling a little bit in the beginning, but then you have to stay calm and do your job.